Hoi, leuk dat je kijkt. En in deze video laat ik je zien hoe je een tekeningkade en een tekeninghoofd instelt in het programma FluidSim. Wat je hiervoor moet doen is naar het menu een page gaan. En als je dan op properties klikt, dan opent zich een nieuw venster. En dan zie je dat hier bij beschrijving al uh, opdracht AP1 ingevuld is. En dat heb ik zelf gedaan. En ik geef je de tip om die zelf ook in te vullen, want die wordt straks meegenomen in je tekeninghoofd. En dan is het handig om even te kijken naar het tekeningformaat. Ik zie dat er hier ingesteld staat op een 4-formaat. En als je een ander formaat wil, kan je die in dit menu-item uh, aanpassen. We houden hem eventjes op A4. Uh, dan gaan we even kijken naar het, uh, het tekenkader. klik je hierop. Ik kan er eentje uit gaan kiezen. Nou, we hebben net gezien dat het uh, tekenformaat op A4 staat. En ik weet dat mijn in portretmodus getekend is. Dus ik kies voor deze. Druk ik op OK. En dan zie ik in de preview dat hij op deze manier straks ingevoerd wordt. Het tekeninghoofd en het kader zou ik nog kunnen aanpassen, als ik dat zou willen. Daarvoor uh, klik je op Edit. En dat gaan we nu niet doen, maar dan weet je in ieder geval dat die mogelijkheid er is. En op het moment dat ik nu op OK klikt, wordt mijn kader wordt ingevuld, uh, inclusief mijn tekeninghoofd. En let er even op dat uh, wat ik net bij beschrijving ingevuld heb, de opdracht EP1, nu automatisch ingevuld staat in mijn tekeninghoofd. Dankjewel voor het kijken. Je hebt nu gezien hoe je het uh, tekeningkader en tekeninghoofd uh, invoegt. En succes met je opdracht.